Een van de problemen die u op het moment in de kranten leest is: wat gaat A2000 doen met de niet betalende aanbieders? Gaat het zover komen dat bijvoorbeeld de HMG-groep, de Holland Media Groep, met RTL 4, RTL 5 en Veronica door A2000 van de kabel wordt gehaald? Het gaat om een paar miljoen achterstallige doorgifrechten. Daar zijn allerlei procedures over geweest. Maar uiteindelijk heeft de minister beslist dat het bedrag dat A2000 vraagt zogenaamd redelijk is. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar dat is dus een rechtelijke uitspraak. Nu zegt A2000, wij willen dat geld hebben. Of, en dat is de crux van de zaak, de gemeente moet maar over de brug komen. Maar dan zeggen natuurlijk ook de andere aanbieders, wij willen ook niet betalen. Dan zegt bijvoorbeeld ook Mister, wij willen niet betalen. Dan moet alles maar gratis. Je kunt niet de een bevoordelen boven de ander. Dus A2000 heeft gekozen voor het naar de rechter gaan, voor het invorderen van het geld. Nou, dat gaat een probleem worden. En dat zou kunnen betekenen dat tussen RTL 4, RTL 5 en Veronica van de Amsterdamse kabel gaan. Nou, die vraag legden Catharina en Andrea voor aan een aantal Amsterdammers op een toch wel heel warme meidag. Wat vind jij ervan als RTL 4 of RTL 5 van de buis zou verdwijnen? Ja, ik denk wel dat ik weet waar je het over hebt, inderdaad met de kabel. Dat ze geld willen hebben. Ja, het zou mij weinig interesseren, denk ik. Nee? Nee. Kijk je niet naar deze programma's? Ik kijk weinig naar RTL 4 en RTL 5. Veronica, af en toe een filmpje misschien, maar die kan ik ook huren. Dus. Ja, het maakt mij eigenlijk weinig uit. Vreselijk. Ja, dat zou ik echt vreselijk vinden. En ik ga geen extra geld ervoor betalen. Nee, dat vind ik zo'n waanzin. Dat ze moeten betalen. Ze moeten wel betalen voor het doorzenden. Je mag dat toch niet zomaar voor niks doen? Ze zijn toch een commerciële zender? Ik heb het van de week toevallig gehoord op AT5. Maar ze moeten het niet weghalen. Dat is natuurlijk waanzin. Dat ze, en nog een paar zenders. SBS, Veronica en RTL 4, hè? Of RTL 5. Maar je vindt dat ze niet hoeven te betalen of wel moeten betalen? Nee, ik vind er komt al zoveel geld binnen dat ik dat volstrekte onzin vind. Ja, dat moet je niet zeggen. Natuurlijk moeten ze betalen. Ja, maar ik heb mijn eigen mening. Die hele infrastructuur die moet toch betaald worden door iemand? Dat is mijn mening. Jij mag geen mening hebben. Nee, daar weet je allemaal niks van. Dat begrijp jij niet. Oh nee, ik begrijp het niet. Nou, nee, dat is mijn mening echt daarover. En wat hij vindt, dat moet hij zelf weten. Maar dat heb ik niks mee te maken. Maar ik vind dat er al genoeg geld binnenkomt. Dus ik vind het volstrekte onzin. En ik zou het vreselijk vinden als het verdwijnt. Want er zijn vaak aardige films op. En nou, iedereen kijkt ernaar. Ook mensen die roepen dat ze niet kijken. Er wordt ontzettend veel naar gekeken. Dus waanzin. En het moet blijven zonder dat geld ook eventueel. Wat vind jij ervan als RTL 4 of RTL 5 van de buis zou verdwijnen? Ik zou er niet heel erg mee zitten. Ik zou het wel jammer vinden. Waarom? Allereerst omdat je twee netten mist. Eerst had je er 6 of 7 en dan heb je er nu 2 minder. En als je me vraagt van wat heeft RTL 5 heeft 5 in het land. En dat vind ik altijd leuk om naar te kijken. RTL 4 heeft dan nog het 7:30 journaal. En dat zou ik dan in de eerste plaats missen. Nou, voor de rest, die andere programma's, die blijven bij mij niet echt bij. Ik weet niet of je de krant hebt gelezen de laatste tijd. En dat je weet dat misschien RTL 4 of RTL 5 in een conflict zitten met de A2000. Ja, wel iets uit. Wat vind je ervan als ze van de buis gehaald zouden worden? RTL 4 en 5? Ja. Ik kijk er niet heel veel naar. Het zou me niet heel erg uitmaken, maar ja, ik weet niet. Geen probleem voor jou? Nee, ze hebben soms wel leuke programma's, films, dus dat is op zich wel leuk. Maar verder niet zo'n heel groot probleem. Oké, dankjewel. Wat vind jij ervan als RTL 4 of RTL 5 van de Nederlandse televisie zou verdwijnen? Nou, geen goede zaak. Daar kijk ik altijd naar. Dus. Ja? Ja. Waar kijk je naar? Goede tijden, slechte tijden. Wat is nou het programma van Caroline Tense? Of de modeprogramma? Ik kijk eigenlijk alles daar ook. Dus moet wel houden. Ja, wat vind je dan dat er moet gebeuren? Hoezo moet gebeuren? Is dat goed zo?
hoeft niks te veranderen, vind ik. Ik vind het wel, alleen RTL 5 mag wel wat, wat minder zakelijk. Dat is alleen maar over, meer over economie, meer series en goede films. Veronica vind ik nog net ietsje beter, maar ze hoeft er niet af van mij. Het zegt me helemaal niets. Ik heb helemaal geen televisie, dus... U heeft helemaal geen televisie? U kijkt nooit televisie? Nee. Wat doet u dan? Ik lees erg veel. Ja, het spijt me. Nee, het is fantastisch. Ik hoor het van RTL 4 en 5, maar dat zijn televisiezenders, begrijp ik. Ja. Oké. Ja. Luister, ik wil je even weten, weten jullie wat er aan de hand is de laatste tijd met RTL 4 en RTL 5 en Veronica en SBS 6? Ja, zeker. Vertel eens. Nou, de nieuws... afdeling, daar wordt enorm op bezuinigd. Sowieso moeten er overal mensen weg. Omdat de Holland Media Groep maar 50 miljoen winst maakt of zo. In plaats van 80 miljoen wat ze willen. En ja, daar zijn ze niet over aan het bezuinigen. Ik denk dat je dat bedoelt. Onder andere. Vind je dat ze, als ze van de Nederlandse televisie zouden afgaan, wat zou je daarvan vinden? Jammer. Hoe meer concurrentie, hoe beter. Maar ik denk niet dat ze van de Nederlandse televisie afgaan. SBS die is onwijs bezig om uit te breiden. Die willen een tweede zender en zo er tegenaan gooien. Dus ik denk niet dat dat gebeurt. Ja, naar TV10 Gold willen ze overnemen. Dus ik denk dat het wel meevalt. Wat zouden jullie ervan vinden als RTL 4 of RTL 5 van de televisie, Nederlandse televisie zouden afgaan? Waarom zou dat gebeuren dan? Nou, ze zijn in conflict met A2000. Ze moeten een heel groot geldbedrag betalen wat ze niet hebben gedaan. En dat zou kunnen betekenen dat ze... dan eventueel van de Nederlandse televisie afgehaald worden? Nou, ik kijk best wel veel RTL 4, dus ik zou het wel jammer vinden. Waar kijk je naar? De soaps. En wanneer doe je dat nou precies? Nou, 's avonds meestal heel laat. Naar opera. En 's ochtends soms. Dus je zou het vervelend vinden? Ja. En jij, wat vind jij ervan? Sorry. RTL 5 mag er wel af. Als ze maar dan de films van RTL 5 bij RTL 4 uitgezenden, vind ik het wel goed. Ik kijk naar RTL 4 wel eens, maar voor de rest, ja. RTL 5 kan me niet heel erg boeien. Ik zou zelf echt absoluut geen bezwaar tegen hebben. Ik kijk haast nooit naar RTL 4 of 5. Geen affiniteit? Weinig. Ja, ik zou het wel jammer vinden. Ik kijk op zich best wel vaak naar RTL 4 of 5. Ja. Waar kijk je dan naar? Soaps. Ja. Ja, daar bestaan ze ook een beetje uit. Ja, ja. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja. Te veel reclame tussendoor, daar word ik een beetje moe van. Ja. 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 En jij? Wat vind jij ervan? Nou, ik vind, ja, het hangt er een beetje vanaf. Ik vind sommige programma's vind ik een beetje overdreven. Veel seksprogramma's of veel van die spelletjesprogramma's. Maar ik vind ze hebben best wel goede films hoor. En bovendien kijk ik altijd naar As the World Turns. En dat zou ik wel jammer vinden als dat weg zou gaan. Of de bol. Maar niet een beetje van die slappe soaps eigenlijk. Dat vind ik wel leuk. Maar voor deze, ja, ik kijk sowieso weinig tv. Dus het interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Waarom kijk je weinig tv? Weinig tijd. Ja, andere dingen te doen. Hobby's, veel weg. Ik vind het eigenlijk niet zo heel belangrijk. Ik hou me er niet zo heel erg mee bezig. Maar... van, ja, wat moet ik er nou van vinden? Nee, geen punt, nee. Nou ja, ze hebben behoorlijk wat programma's die de meeste mensen interesseren. Veel seksprogramma's, ja, maar veel mij, soaps. Ja, maar voor mij hoeft het niet zo nodig, nee. Nee. Oeh. Dus zou absoluut niet erg zijn? Nee, geen enkel punt, nee. Het zou ervoor in de plaats moeten komen, of kunnen komen? Het moet even in de plaats komen, oh god, moet ik dat nu? Ja, ik moet wel ineens wat ergens over nadenken. Jawel, en ook eerlijk gezegd ook wel eens RTL 4. Als ik heel moe ben, vind ik wel een lekkere pulp. Wel lekker. Wat moet daarvoor in de plaats komen? Ja, ik vind het jammer nog altijd dat Duitsland 3 niet meer op de televisie zit. Dus die mag voor mij maar weer terugkomen. Of goede andere buitenlandse zenders. En achter, dus ook wel iets van, ja, zo'n soapzender, dat zal ook wel moeten zijn, denk ik, of zo, ja. Kijkt u veel tv? Oh, een paar keer in de week, als ik moe ben. Na het werk? Nou, zondagavond heb ik nog een mooie film gezien op de VPRO. Ja. Nee.
En een volgende vraag voor onze straatinterviewers is: hoe blij is men met de gay games die er aankomen deze zomer? Wat vind je van de gay games die gaan komen? Nou, lijkt me, om dat vreselijke woord maar weer eens te gebruiken, gezellig. Doe je mee of niet? Nee, ik doe niet mee. Ik kijk. Misschien na het openingsgebeuren en dat soort dingen. Wat, heb je enige interesse in iets specifieks van de gay games? Nee, niet echt. Misschien het culturele gebeuren eromheen. Ik weet niet precies wat er zich allemaal afspeelt, maar dat lijkt me ook wel aardig. Vrienden of kennissen die meedoen? Ja, ik krijg heel contingent logés. Dus wat dat betreft heb ik in ieder geval mijn handen vol. Komen uit heel Nederland of uit heel internationaal? Drie uit Londen. En dat is het, tenminste tot op heden dan. Want je weet natuurlijk nooit wie er nog last minute zich aanmeldt. Dankjewel. Hoe denk jij over de gay games die gaan komen? Ja, het is hartstikke mooi dat ze hier gekomen. Ga je meedoen? Ik denk het niet. Hooguit om te kijken, maar... Waar kijk je dan het liefst naar? Pff, heb ik nog niet besloten. Openingsceremonie of zo, ik weet het niet. En jij? Wat ga jij meedoen met de gay games? I don't understand Dutch. Are you gonna participate in the gay games? Are you gonna participate in the gay games? No. No, I think it's a great idea to have the gay games. Yeah. Okay, well, maybe we see you. Who knows? Are you on the gay games? No, I do not. No. Why not? I participate in sports because I don't sport. You don't sport. Do you know anything what's going to happen with the gay games? Yes, I do. Yeah. Tell me about it. What I know is that, I've seen it in the States, so I think it would be the same as in New York. And so how was the manifestation in New York? There it was great. It's really huge and a lot of people and from all over the world. It's also a nice social thing, so people can sort of meet each other, and so yeah, it's also sports, but it's also very important that people from all over the world can meet each other. Yeah. Okay. Nou, hij zei dat de gay games komen in augustus. Dat heb ik van gehoord, maar ik ben geen gay, dus ik heb geen flauw idee hoe dat allemaal gaat. Hoor. Nee. Je zit hier wel in een gay straat. Jawel, maar ja, dat is een hele andere zaak. Ik bedoel, ik mag wel bij de gay straat zitten, maar. Niet toestemmen. Maar wat vind je ervan dat het plaatsvindt? Nou, ik vind gewoon prima hoor. Ik heb geen last van. Geen oordeel? Nee, helemaal niet. Jij wel? Nee, ik ook niet. Dus, nou, verder? Verder alles goed. Ja, prima. Oké. En jij? Wat vind jij van de gay games? Ik vind het wel geslaagd. Voor de mensen zelf is het wel leuk natuurlijk. Ja, ik zeg iedereen... Heb je een beetje een idee wat er plaats gaat vinden? Nee, dat niet. Ik weet alleen dat het wel wordt een groot feest natuurlijk. Ja, en voor de rest zou ik nog niet weten wat het helemaal inhoudt en wat er allemaal gebeurt. Nee, dus we zien het wel als het zover is. Ja, ga zeker even langs, toch? We zijn niet van die kant, maar we gaan wel even kijken. We zullen je op de hoogte houden. Oké, dankjewel lieve meid. Wat weet u ervan af? Nou, dat het hier in de buurt gehouden wordt, geloof ik. En dat wij de parking dan vol hebben, dat weet ik. En dat ik dan moet werken. Ja, dat weet ik ook. Wat vindt u ervan dat het plaatsvindt? Dat is prima. Ja, ik bedoel, als... waarom niet? Ja. Weet je ook wanneer het plaatsvindt? Binnenkort, dat weet ik wel. Nog een paar maandjes. Nog een paar maandjes. Na augustus. Augustus pas. Ik dacht wel snel al nu. Maar nee, dus niet. Maar nee, geen enkel... Gaat u kijken? Nou, nee, ik ben niet zo'n sportfan. Dus... Het zijn al culturele evenementen, hè? Ik denk dat ik moet werken, dus ik denk dat er weinig te kijken valt. Dat in eerste instantie. Maar als het leuk is, ja, waarom ga je dan niet kijken? Tuurlijk wel. Het is echt een homo-straat, dus ja. Ik heb er sowieso geen enkel probleem mee. Want als ik daar een probleem zat, dan zou ik hier niet kunnen werken, in ieder geval. Dus, goed. Wat vinden jullie van de gay games die gaan komen in augustus? Ja, nou, ik vind op zich... Ja, op zich is het toch goed. Het is niet helemaal niet het probleem. Ik snap alleen niet waarom het zo gescheiden moet worden. Ze kunnen toch gewoon meedoen met de normale spelers. Dat hoeft toch niet helemaal apart. Maar... Ja, dat begrijp ik ook niet zo. Waarom het nou helemaal specifiek waarom het onder het motto van sport een bijeenkomst van homoseksuelen zou moeten zijn.
waarom op dat gebied het verschil duidelijk gemaakt zou moeten worden of zo. Dat begrijp ik niet zo goed. Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat dat juist ook weer een gelegenheid is om je te profileren en met gelijksoortigen, ik weet niet hoe de groep zichzelf noemt, maar om dan bij elkaar te zijn, dat kan ik me wel goed voorstellen. Dus je zou de vraag om mee te doen? Ik kan niet zo goed sporten, dus wat dat betreft zou ik er niet erg op mijn plek zijn. Maar op zich zou ik wel benieuwd zijn hoe het daar is. Wat voor een soort sfeer er is en wat men er nou achter denkt of zo. Waarom men dat per se wil organiseren. Ga je wel kijken? Ik had niet de intentie, maar nu je me zo interviewt, denk ik dat ik wel een beetje erop zou letten, ja. En jij? Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik weet niet wanneer het precies over het uitgezonden wordt en dan zullen we het wel volgen. Morgen wordt het uitgezonden, maar van 1 tot 8 augustus zijn de Gay Games. Nou, we zullen kijken, denk ik wel, hè? Ja. Ja, ik zal wel op de hoogte blijven. Okay. Ja. Vinden jullie van de Gay Games die aan het komen zijn? Doe je mee? Nou, ik vind het wel, ik zou wel mee willen doen. Waarom niet? Het lijkt me te gek. En het hoort er gewoon bij, toch? We zijn allemaal mensen, toch? Of niet? Ja, toch? Maar je doet niet mee. Ben je gay of niet? Nee, ik ben geen gay. Ik ben gewoon een hetero. Maar ja, wat maakt het uit? We zijn allemaal mensen, zo zie ik het. Dus ga ervoor, zou ik zeggen, iedereen. Ja, toch? Nee, je weet dat de Gay Games komen in augustus? Ja, ik ben zelf vrijwilliger. Dus. Wat ga je doen? Ik ben nu al bezig in de voorbereiding met het werven van vrijwilligers. Want we hebben nog steeds mensen nodig. En ja, in de week zelf weet ik nog niet wat ik dus ga doen. Maar dat krijg ik dus van tevoren nog te horen. Waar kunnen vrijwilligers voor inzetten? We hebben op allerlei gebieden mensen nodig. Vooral voor de openings- en sluitingsceremonie zijn er nog dansers nodig. En ja, verder hebben ze overal. Bij de marathon hebben ze mensen nodig en om spullen klaar te zetten. En, ja, allerlei werkzaamheden tijdens de sportevenementen. En ja, daarnaast heb je natuurlijk ook nog het cultuurstuk. Dus. Hoeveel tijd wordt er van de vrijwilligers gevraagd? Mensen kunnen een dagdeel werken. En dan krijgen ze tevens ook een kaartje voor de sluitingsceremonie. Dus dat is wel is misschien een leuke bijkomstigheid. En ja, verder als mensen, er zijn ook heel veel mensen die nemen die week extra vrij. En die zijn gewoon de hele week beschikbaar. Dus. Maar je kunt ook een dagdeel werken als je dat wil. Iedereen kan meedoen, hetero, gay? Ja, het staat open voor iedereen. Dat is het thema van de Gay Games, vriendschap. Dus, blank, zwart, alles. Open voor iedereen, ja. Goed, waar kunnen ze zich aanmelden? Overal zijn folders verspreid. Ik weet zo niet het nummer uit mijn hoofd, maar er is een telefoonnummer van de Gay Games. Je hebt een centrum, dat zit op de Nieuwe Zijds Voorburghal. En daar kunnen mensen alle informatie krijgen die ze willen. Dus ik weet niet, er hangen ook overal posters en daar staat misschien het telefoonnummer wel bij. Of anders in het foldertje. Dus,